De invoering van het trekkerrijbewijs in Nederland zorgt voor problemen met buitenlandse studenten die stage lopen bij boeren in Nederland. Zo mogen in Flevoland 20 Franse stagiaires niet met een trekker de weg op. Het wil zeggen dat het consequenties heeft voor volgend jaar dat wij geen stagiair gaan nemen en misschien andere boeren ook niet. In 2015 is het trekkerrijbewijs ingevoerd. Je mag alleen met een trekker de weg op als je in het bezit bent van dit rijbewijs of een autorijbewijs hebt van voor 2015. Deze regels gelden ook voor buitenlanders. Onze jongens zijn 19 en hebben hun rijbewijs nu een jaar of twee. Dus ja, dat is 2017, dus dat kan niet. Dat mogen ze niet. En dat is een heel, heel groot probleem. Want ze mogen niet op een openbare weg. Dus ja, dat is ook zonde voor hun. Want we werken al 25 jaar samen. En nu moeten we tegen de Fransen gaan zeggen, jongens, jullie mogen niet meer hier komen. In Frankrijk bestaat het trekkerrijbewijs niet. Daar mag je met een trekker de weg op zodra je een autorijbewijs hebt. Op het land mogen de jongens in Nederland wel rijden, maar omdat in Flevoland de gronden van boeren vaak verspreid liggen, moeten ze bijna altijd wel een stukje de openbare weg op. Dan moet het stuur worden overgenomen. Het is een hele kleine stuk, maar wij kunnen niet het risico nemen dat een ongeluk gebeurt. Dat kan niet, wat mag niet. Wat er nu mag, mag dat niet. Dus ja, we willen weten of misschien iets aan te doen is om toch een wet of iets. Dat ze zeggen, oké, Fransen of mensen uit het buitenland die hier voor een korte tijd blijven, mogen wel op de openbare weg. Maar ja, dat is de vraag. Docent Xavier Bretillon van de landbouwschool in Dijon hoopt ook dat er een uitzondering komt. We've been exchanging something like 450 students in the course of the 27 years. And it would really be terrible if this had to stop. Het probleem speelt niet alleen met Franse stagiaires, maar ook met werknemers uit andere Europese landen, zoals Polen en Roemenië. We zijn één Europa. Maar één Europa? Nou, laat maar zien dat één Europa zijn. Waarom in Frankrijk mogen ze wel, als ze boerenjongen zijn of boerendochter zijn, ze mogen wel op de openbare weg als ze 16 zijn. Als ze een B-rijbewijs hebben, mogen ze ook. En in Nederland mag dat niet. Nou, één Europa. Oké, waar?